ruimtediagrammen of Minkowski-diagrammen, zo worden ze ook wel eens genoemd. Wil je weten wat het is? Kijk dan gerust verder. Het gaat over een diagram, dus je hebt twee assen. Normaal heb je, als het tijdsdiagram is, dat de tijd horizontaal staat. Maar bij een ruimtetijdsdiagram staat de tijd verticaal. En de eenheid doe ik in jaren. En horizontaal komt nou de afstand in lichtjaren. Eenheden trouwens, lichtjaar en jaar, worden soms ook anders gekozen. Ga ik later eventjes mee verder. Maar ik gebruik eerst even lichtjaar en jaar. Nou, een diagram. Dus we doen even een paar roostertjes erbij. Dat is het makkelijker. En ik kijk naar een raket die op de aarde staat. Nou, aarde. Hè, dat maakt toch wel zeggen van dat is onze thuisbasis. Dus x is 0. En ik klok de tijd en ik start de tijd op dit moment. Oftewel 0 jaar. Oftewel, op tijdstip 0 jaar is de raket op plek 0. Dat is dus dit punt. En het wordt een beetje saai, maar na 1 jaar staat hij nog steeds precies op dezelfde plek. Oftewel, op x is 0. En na 2 jaar, jawel hoor, daar staat hij nog steeds op aarde. Na 3 jaar, hetzelfde verhaal. Kortom, als je hier een lijn door wilt tekenen, dan krijg je dus deze lijn. En een lijn in het ruimtetijdsdiagram, dat noemen we een wereldlijn. En dit is een wereldlijn van stilstaand object, en in ieder geval op x is 0. En stel je voor, het is in de ruimte, en er is een planeet, en die planeet die staat op 3 lichtjaren afstand van de aarde. En je wil geloven niet, maar daar staat ook een raket op. Nou, wat is dan, stel je voor, die raket blijft ook precies op zijn plaats staan. Ja. Wat is dan de wereldlijn van die raket? Nou, dat is deze. Ja, die groene lijn hier. Deze hier. Ja. Dat is de wereldlijn van de stilstaande raket op planeet X. Oftewel, ja, een wereldlijn van stilstaand object. Niet op X is 0, maar 3 lichtjaren. Dit is iets wat belangrijk is. Als je een wereldlijn hebt die evenwijdig loopt aan de tijdsas, dan weet je zeker van, hé, dat object, dat beweegt niet. Dat staat stil. Goed, volgende. We hebben weer een ruimtetijdsdiagram. En de aarde op x is 0. En op tijdstip is 0. Nou, en op dat moment plant ik een vlag, pomp, op aarde. Ja, het planten van een vlag of iets anders, maakt niet uit. Hey, je kunt ook, ik noem maar wat, bijvoorbeeld een atoombom laten ontploffen. Of je kunt een lampje laten branden. Of, nou, noem maar wat, hey, je kunt in slaap vallen. Althans, er is dus een gebeurtenis. En die gebeurtenis kun je ook in het ruimtetijdsdiagram zetten. En dat gebeurt dus op t is 0, gebeurt die gebeurtenis op x is 0. Oftewel, daar staat hij weer. Nou, ik heb een planeet en die staat op 1 lichtjaar afstand. En op precies dezelfde tijdstip wordt daar ook een vlag geplant. Nou, op x is 1 lichtjaar, op t is 0, dat is dus daar. En op een andere planeet, op 2 lichtjaren afstand, wordt ook op precies dezelfde plek, op precies hetzelfde tijdstip vlag geplant. Kortom, daar is hij weer. En, jawel hoor, op afstand 3 lichtjaren, hoe kan het ook anders, ook op TS0 wordt een vlag geplant. Oftewel, als je hier weer een lijn doorheen tekent, dan krijg je dus een horizontallijn. Oftewel, dit is een wereldlijn van de gebeurtenissen op TS0 jaar. En je kunt natuurlijk ook hier weer eenzelfde wereldlijn tekenen op deze plek. Ja, en je ziet dus, hè, dit is 0 jaar, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. Oftewel, deze lijn,
Dat is de wereldlijn van gebeurtenissen op Theus 3 jaar. En deze lijnen zijn dus evenwijdig aan de ruimteas. En als een wereldlijn evenwijdig is aan de ruimteas, dan weet je dat gebeurtenissen die dan daar plaatsvinden, allemaal gelijktijdig zijn. We starten nu in de oorsprong weer. En stel je voor dat je na 1 jaar 1 lichtjaar verder bent. En na 2 jaar ben je 2 lichtjaar verder. Enzovoort, enzovoort. Als je hier een lijn doortrekt, zo dus, dan krijg je dus een wereldlijn. En wat voor wereldlijn heb je hier dan? Wat kan in 1 jaar tijd 1 lichtjaar vooruit gaan? Dat is alleen maar voorbehouden aan licht. Oftewel, deze wereldlijn, dat is een wereldlijn van een lichtstraal of van een foton. Geen foton dit keer, maar een raket. En de raket verlaat de aarde met 0,4 c. 0,4 maal de lichtsnelheid. Ja, kijk, daar gaat hij. Hoe ziet de wereldlijn er nou uit? Nou, hij start natuurlijk in de oorsprong, daar. En na 5 jaar, 1, 2, 3, 4, 5, ja, hoe ver is hij dan? Nou, de snelheid is 0,4 c, dus 5 keer 0,4 is 2 lichtjaren. Oftewel, na 5 jaar is hij 2 lichtjaar verder. Oftewel, daar komt een punt te staan. Nou, de wereldlijn is een mooie rechte lijn, dus de wereldlijn van deze astronaut, van deze raket, ziet er zo uit. Ja, dit is dus de wereldlijn van de raket met, daar staat hij, 0,4 c. Wat nu als je niet 0,4 c hebt als snelheid, maar een wereldlijn van een raket met 0,75 c, dus iets sneller. Hoe ziet de wereldlijn er dan weer uit? Nou, hij gaat natuurlijk door de oorsprong. En let op, 0,75 c, dus stel je voor 1, 2, 3, 4 jaren reizen. Ja, hoe ver is hij dan? 4 keer 0,75 is 3. Oftewel, dan zie je 1, 2, 3 lichtjaren vooruit gaan. Oftewel, de wereldlijn die gaat door dit punt heen. De wereldlijn zal dus dan zo eruit zien. Je ziet dus dat als je de snelheid opvoert, dan zal de wereldlijn dichter bij de wereldlijn van het foton komen. Maar om op de wereldlijn van het foton te kunnen komen, moet de raket met lichtsnelheid vooruit. En dat is onmogelijk. Wat helemaal onmogelijk is, is dat je een wereldlijn in dit gebied hier hebt. Want dan zou je zelfs sneller dan het licht moeten zijn. Oftewel, dit is echt de begrenzing van alle wereldlijnen die mogelijk zijn. Maar het is niet alleen dat een lichtstraal naar rechts toe kan. Natuurlijk kan een lichtstraal ook de andere kant op gaan. Oftewel, het ruimtetijdsdiagram is niet alleen het eerste kwadrant, zoals de wiskundige zou zeggen, maar het heeft ook het tweede kwadrant. Ja, je kunt ook de negatieve kant op gaan en betekent dus alleen maar dat je niet naar rechts toe gaat, maar naar links. Of niet omhoog, maar naar beneden toe. Een foton heeft dan een wereldlijn die die kant op gaat, naar links toe. De raket met 0,4 c, die ging naar rechts, maar die kan ook naar links toe gaan. En dan is de wereldlijn die kant op. Ja, natuurlijk blijft het nog steeds wel in dit gebied hier. Ja, hij kan niet voorbij de wereldlijn van de lichtstraal. Ja, het gebied begrensd door de lichtstralen, ja, dat noemen we de lichtkegel. En dat geeft aan het waarnemingsgebied. Ja, wat dat zal inhouden, even met een klein voorbeeldje. Stel je voor, je zit op de aarde en op de planeet 3 lichtjaren verderop wordt een vlag geplant. Ja, op tijdstip 1 jaar, Theus 1 jaar, wordt er een vlag geplant op de planeet. Nou, als je dat in het ruimtetijdsdiagram zou plaatsen, krijg je dus na 1 jaar op 3 lichtjaren afstand een gebeurtenis. Maar deze gebeurtenis zit buiten het waarnemingsgebied. Oftewel, op de aarde
zul je dat nooit kunnen waarnemen. Wanneer kun je het wel waarnemen op de aarde? Nou, dat betekent even een wereldlijn op deze 3 lichtjaar. En dan zie je dus dat het pas in de lichtkegel komt na 3 jaar. Nou, stel je voor, na 3 jaar zie je op aarde dat er vlaggenplant is. En dan van, hé, er is feest. Dus we gaan erheen, we pakken de raket met 0,75 lichtsnelheid. Ja, wanneer kom je dan op die planeet aan? Nou, de wereldlijn. En let op, de wereldlijn, die begint nu niet in oorsprong. Nee, de wereldlijn begint nu hier. Ja, want pas na 3 jaar vertrekt de raket vanaf aarde. En zie je dus dat de raket dan pas op de planeet is. Ja, oftewel, dat is na 7 jaar zul je op de planeet dan kunnen zijn om feest te vieren. Ten slotte nog even iets over de eenheden. Ik heb hier nu lichtjaar staan, maar hier wordt ook wel eens gewoon neergezet de meter. Maar dan krijg je wel natuurlijk dat een lichtstraal, ja, de wereldlijn van lichtstraal, die gaat keurig de diagonaal volgen. Maar als je dan hier meters doet en je houdt hier jaren, dan klopt het natuurlijk voor geen meter. Want een lichtstraal die 1 meter aflegt, die doet er heus geen 1 jaar over. Oftewel, deze eenheid, die moet ik aanpassen. Wat wordt die eenheid? Nou, de tijd is afstand gedeeld snelheid. Stel je voor dus, er wordt 1 meter afgelegd met lichtsnelheid. En ik wil dat hier een 1 komt te staan. Ja. Hoe krijg ik hier een 1? Wel, 1 is gelijk aan c mal t. Oftewel, in plaats van de tijd hier neer te zetten, moet ik hier neerzetten de lichtsnelheid maal de tijd. Dan krijg je wel een heel aparte eenheid, want snelheid maal tijd heeft als eenheid de meter. Ja, en dit krijg je dus ook wel eens een keer te zien in diverse boeken. Ja, dat je horizontaal de afstand hebt in meters en verticaal, ja, krijg je, het heet nog wel steeds de tijdsas, ja, maar de grootheid die er staat is de tijd maal een constante. En de constante hier is de lichtsnelheid. Zo, om nog leuker te maken. Ja, je kunt alle kanten op, 3 dimensies. Dus niet alleen naar links en rechts, maar overal. En waarom zou je niet naar het verleden kijken? Ja? En dan krijg je dus dat die lichtkegel zich uitspreidt over de hele ruimte, naar de toekomst en naar het verleden. Een prachtig plaatje om mee af te sluiten.